Hey guys, welkom terug op mijn kanaal. Dit is niet echt een vlog, het is meer like een live update waarom ik niet in februari heb geüpload op mijn YouTube kanaal. En het is meer dan dat ik vanaf november in mijn stage traject periode zat en tot en met 19 april. Dus ik had die druk op mijn stage had ik een beetje onderschat, waardoor ik nu daarmee eigenlijk zit. De time management ook niet goed zit. Like, hij zit helemaal. Ik moet hem echt goed, mijn time management echt goed plannen. En goed de activiteiten in mijn leven nu moet ik eigenlijk goed indelen. Waardoor ik eigenlijk geen botsing krijg met mijn stage en mijn school, mijn studie en dan ook nog op YouTube bezig, actief te zijn, optimaal actief te zijn. Want ik heb in januari gezegd of beloofd dat ik één keer tenminste één keer per maand zou uploaden. Het is niet gelukt in februari en vandaar dat in maart deze video opkomt en waarom. Allemaal. Dus als jullie enig advies hebben voor me, voor time management, drop them in the comments en wait stop. Don't forget to subscribe to my video, because that's cool. So, that was it for deze video. Vergeet niet te subscriben op mijn kanaal en like this video, turn on the notification bell en comments below. Voor any advies over hoe ik mijn studie en YouTube kan combineren als deze methode van één keer per maand uploaden goed zit en wat voor video's ik allemaal kan uploaden om het iets makkelijker te combineren. Zo, ik kijk uit naar jullie comments en ik zal altijd lezen en meedelen in mijn leven. Nu, hier wacht op de dienstbussen die ons naar huis brengen. Tegen 4 uur komen, 4:15. Dat is 1, maar die is op slot. Dus wachten nog 4 andere bussen die komen. Ja, dat is wel zover. Bye bye. Zo guys, ik ben nog steeds niet thuis, zoals je dus net ziet. Maar wat ik heb uitgelegd in het begin over waarom ik eigenlijk niet consequent upload op mijn YouTube kanaal. Ja, ik ben wel actief bezig op Instagram, dus je mag me daar ook vragen stellen. Een heleboel dingen, follow me op Instagram. Ja, is at nicole.rubyn. So, not hard to miss, you can do it. Yes, and ik ben nog steeds niet thuis, ik ben even in de winkel. Ja, in de meeste van vandaag ga ik op mijn vriend me halen van ik stap uit van het plekje waar ik stap van de dienstbus.
bedrijfsbus. Dan komt hij me tegen 5 uur ophalen. Ik ben 5 uur daar aan. En ja, dan brengt hij me dan verder naar huis. Dan brengt hij me verder naar huis. En dan ik al wat. Ik ben inmiddels al thuis. Met mijn kleine mondjes. Reunited. Yeah. Zo, we sluiten het dan hierbij af.